oh wauw, nou jongens, we gaan straks naar het kinderdagverblijf volgens mij. Of ik weet het eigenlijk niet. Moeten we gaan of niet? Nou ja, ik kom zo wel terug. Als ik moet gaan, dan ga ik. Maar als ik niet hoef te gaan, dan ga ik niet. Huh, Emma, hoor ik je daar nou praten met je poppetjes? Ja, ik heb geen idee of ik vandaag naar het kinderdagverblijf moet of niet. Het kinderdagverblijf, hè? Ik weet het ook eigenlijk niet. Ja, ik heb ook echt geen idee. Misschien kan je het beter aan mam vragen. Zij weet het wel. Ja, ik had wel aan mam vragen. Ik heb geen idee wat ik nu moet doen. Hallo? Ja, Brigitte? Ja? Oh, ze moet vandaag dus wel naar het kinderdagverblijf. Ja, ze moet wel. We hebben vandaag, nou ja, ze hoeft niet per se, maar er is vandaag een actie en we gaan geld inzamelen voor het kinderdagverblijf. Hè, mam, moet ik nou naar het kinderdagverblijf of niet? Oh, oké, dankjewel, Brigitte. Ik breng haar zo gelijk hier naartoe. Hè, mam, moet ik nou gaan of niet? Ja, Emma, blijkbaar moet je wel gaan. Er is vandaag een actie en ze gaan geld inzamelen, dus je kan gewoon gaan. Oké, mam, dan ga ik wel gelijk met jou mee. Ja, ga maar gelijk met mij mee dan. Ik vraag me af wat voor actie het is en hoeveel geld we krijgen. Brigitte, ik ben er. Oh, hallo, mevrouw Vogel. Hallo, ik heb Emma ook bij me. Oh, wauw. Huh? Alles ziet er zo anders uit vandaag. Ja, dat klopt. Dat is voor de actie, Emma. Nou, heeft u het geld bij, mevrouw Vogel? Oh, wauw. Alles ziet er zo anders uit. We hebben zelfs een huisje. Oh, ja, nou, heeft u het geld bij, mevrouw Vogel? Ja, ik heb het bij me. Ik heb niet zo heel veel geld, maar dit is wat ik bij me heb. Oké, alsjeblieft. En dan kunt u hiermee iets leuks kopen. Huh, geeft mama er nou geld? Waarom doet ze dat nou? Huh, ik snap het niet. Mam, stop. Waarom geef je de Brigitte nou geld? Oh, dankjewel mevrouw Vogel. Dat is heel erg aardig van u. Mevrouw, Brigitte, kunt u het geld toch geven aan mijn moeder? Emma, het is de bedoeling dat ik het aan Brigitte geef. Maak maar geen zorgen. Ja, Emma, het is voor ons kinderdagverblijf. Maak maar geen zorgen. Nee, ik wil het geld houden. Waarom mag ik het geld niet? Emma, het geld is voor Brigitte. Geef het nou aan haar. Ja, het geld van mij. Ik zet het wel hier. Ik zet het in de kluis. Maak je maar geen zorgen, mevrouw Vogel. Het komt allemaal goed. Ik snap niet waarom je geld geeft, mam. Waarom geef je haar nou geld? Emma, kijk eens hier. We hebben Malik hier. Hey, Emma, hoe gaat het? Gaat alles goed? Oh, wauw. Ik vind het zo leuk. We hebben zelfs een speelhuisje vandaag bij het kinderdagverblijf. Wauw, de inzamelactie gaat goed, hè? Nou, jongens, ik ga even een paar dingen regelen. Maak je maar geen zorgen. Oh, wauw. Ik vind het echt heel cool dat we een inzamelactie hebben. Kijk eens, we hebben zelfs een speelhuis. Zodat mensen extra geld doneren aan het kinderdagverblijf. Hè, Monique, we kunnen dit gebruiken. Wat als we nou zelf hier geld voor krijgen? Hè, wat bedoel je, Emma? Zelf hier voor geld krijgen? Dus we moeten geld vragen voor het kinderdagverblijf, maar we houden het zelf? Ja, dat is toch cool? Dan krijgen we zelf genoeg geld. Wil je niet zelf ook wat geld? Dat is toch een goed idee. Dan hebben we allebei wat geld en kunnen we het uitgeven aan ijsjes en pizza's en dat soort dingen.
Eigenlijk is het wel een goed idee. Nou, hier is mijn geld. Dan bewaar jij het. Oké, ik zet het geld wel hier ergens in het speelhuis. En dan kunnen we het later allemaal bij elkaar rapen. Zo. Dus iedereen die het speelhuis in wil, die moet geld betalen. En dat gaat naar ons kinderdagverblijf. Maar eigenlijk houden we het gewoon zelf. Zo, even kijken of er meer kinderen zijn. Want er zouden vandaag wel mensen komen. Emma? Wat ben je daar nou aan het doen? Ja, ik ben gewoon aan het kijken, mevrouw Bridget. Ik ben gewoon rond aan het kijken. Oké, Malik. Dit is een goed idee. We laten iedereen betalen voordat ze het huisje ingaan. Oké, dan blijf jij wel hier wachten, denk ik dan, toch? Ja, ik blijf hier wachten en neem het geld aan. Zo, even kijken of er meer mensen zijn. Jullie komen er wel mensen. Oh wauw, ik zie al mensen daar. Mam, kunnen we nou naar binnen gaan? Ik wil kijken of dit de juiste kinderdagverblijf van mij is. Ja, hallo. Om binnen te komen is het een paar euro. Oh, dank u wel. Hier is een paar euro. Oh wauw, ik heb zelfs geld gekregen hiervoor. Het gaat wel goed. Oh wauw, kijk eens. We hebben al best wel veel mensen die hier komen spelen. Je kunt geloven dat het Emma is gelukt. Nu kunnen we zelfs een kinderdagverblijf geld verdienen. Wauw, er zijn heel veel kinderen vandaag die komen kijken. Oh, hallo mevrouw. Ja, ze zijn hier voor de inzamelactie. De inzamelactie? Maar ik heb helemaal geen geldsels ontvangen. Huh? Er zijn zoveel kinderen inderdaad. Ik zie dat ze zouden komen spelen. Ik dacht dat ze gewoon wat geld zouden afleveren. En zouden komen kijken. Nee, Emma staat aan de deur en ze ontvangt al het geld dat ze geven. Huh, wat? Ik kan het niet geloven. Jongens, kunnen jullie allemaal even uit het speelhuis komen? He, is er een probleem? Ik snap niet wat er aan de hand is. Oh wauw, kijk eens. We zijn helemaal rijk. Jongens, jullie mogen alvast gaan. Het kinderdagverblijf gaat sluiten. Ja, Brigitte? Is er iets mis? Wat is er aan de hand? Emma, het is niet de bedoeling dat je geld vraagt aan de kinderen voordat ze hier naar binnen komen. Dat is niet de bedoeling. Ja, maar het is voor de inzamelactie. Nou ja, eigenlijk zou ik het zelf houden, maar... jongens, als jullie geld hebben gegeven aan deze kinderen, mogen jullie het ook weer terugnemen, hoor. Nou ja, eigenlijk wil ik het niet terugnemen. Ik vond het wel een goede investering. Mijn zoon wil heel graag bij dit kinderdagverblijf en hij vond het hartstikke leuk, dus ik zou graag geld betalen. Ja, mijn dochtertje ook. Ze vond het hartstikke leuk en ze denkt dat hij hier vaker terugkomt. Dus ik zou het niet terug willen betalen. Oh wauw, nou, iedereen wil het geld niet terug, dus dan mogen we het houden, Malik. Weten jullie dat wel zeker? Nou, dan kunnen we later de papieren invullen. Nou, is goed. Nou, nog een fijne dag nog. Oh wauw, dus we mogen het geld houden. Het geld is gewoon van ons. Je neemt aan van wel, Malik. Ik denk dat het geld gewoon van ons is. Jongens, het geld is niet van jullie. Ik ga het zo pakken en het gaat zo de kluis in. Want we kunnen het gebruiken voor ijsjes en dergelijke. Hè? Huh? Voor ijsjes en dergelijke? Maar het is niet ons geld. Natuurlijk is het niet jullie geld. Ik kan niet geloven dat jullie het geld gewoon voor jezelf houden gebruiken. Dat kan niet. Dat is niet eerlijk. Ja, maar het kan toch wel. Ik bedoel, u gebruikt het geld ook voor dit kinderdagverblijf. Waarom mag ik het niet voor mezelf gebruiken? Ach man, Emma, je snapt er helemaal niks van. Nou, het gaat in de kluis en dan kunnen we later iets leuks van kopen.